Mayonaise. Yes. Maak je dat wel eens? Nee. Super simpel. Als jij vast twee eitjes scheidt. Als in dooier en eiwit. En eiwit apart. Doe ik vast een klein beetje azijn in de kom. Ja, zelf mayonaise maken is echt zo ontzettend makkelijk eigenlijk. Terwijl iedereen doet daar heel erg moeilijk over. En het is echt veel lekkerder van smaak als dat je het in de winkel koopt. Dus die kan bij het azijn. De geel. Ja, het eigeel, ja. Yes. Dan mag er ongeveer een theelepel aan mosterd bij. Ik ga er gelijk een beetje zout bij. Yes. Dan mag je het met de garde roeren. Zout, eigeel, azijn, mosterd. Ja. En het enige wat ik nu ga toevoegen is in een klein straaltje de olie. En zolang jij blijft roeren en klutsen, zul je zien dat die olie ervoor gaat zorgen dat die vloeistof verandert in een dikke massa. En zo meteen zelfs een beetje wit wordt als echte mayonaise. En je ziet het al een beetje veranderen. Hou je het nog vol? Spierballen. Zeker goed voor je spierballen. Kijk, daar komt-ie, hè? Ja, begint al. Als ik hem nu toegevoegd, wordt hij echt dik. Wacht. Oh, yes, 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 yes. Kom op. Kijk nou. Mooi, hè? We hebben hem al. Klein beetje nog. Oh, waar is de friet? Om die mayo af te maken, moet er alleen een druppeltje citroen. Sap in. En dit kun je dus zelf bepalen. Hè? Wil je het zo zuur hebben als dat de Belgen het hebben? Dan doe je er iets er gewoon wat meer bij. Hou je het een beetje mild, doe je het zo. En wil je frietsaus maken, dan moet je er gewoon dus een eetlepel suiker bij in doen. Dan heb je frietsaus. Maar ja, dat wil je niet. Je wil gewoon echte, echte, verse, romige mayonaise. Oh, lekker. Maar ja, wat eten we erbij? Ja, wat die friet. Die friet. Ja, die friet zou wel mooi zijn. Of gewoon sla. We kunnen een soort slaatje maken van wat tomaten met een beetje ui. Zal ik even een slaatje pakken? Ja, lekker. Dan gaan we er een eitje bij pocheren. Oh, lekker. Mooi kropje. Oh, alsof hij uit de winkel komt gewoon. Ha, hij komt van het land. Nou, ik ondertussen vast een uitje. Beetje zout erin voor eventuele slakken. Ja, zeker. Weet je wat heel lekker is? Nou. Een tomaatje. Met mini klein beetje zout. Mayo. En peper. Als ik dit eet, dan op een of andere manier ben ik dan altijd op vakantie in Frankrijk. Ik weet niet waarom hoor, maar... Mm-hmm. Oh. Toch lekker. Zoete tomaat, zure mayo. Oh, daar worden we er blij van, hè? Een mooi kropje, toch? Ja. Met een paar blaadjes nodig. Ja, als je ei gaat pocheren... Dan wil je eigenlijk dat het water zuur wordt. Want dat eitje, dat wil je bij elkaar houden. En hoe verser het ei, hoe beter. Dus met jouw eitje zometeen kun je echt perfect eitje pocheren. Maar om zuur toe te voegen aan je water, krijg je dat dat eitje nog meer bij elkaar gaat blijven. Dus dan gaat de beste scheut azijn in het water. Dan maak ik een draaikolkje. Dat hoeft helemaal niet zo heel heftig te zijn. En daar tik ik dan in het midden een eitje in. En dat draaikolkje is eigenlijk, als je goed kijkt, dan zie je... Dat dunne eiwit, dat krijg je vaak zo sliert. En daardoor blijft dat dikke eiwit mooi om dat eidooitje heen zitten. Maar waarom mislukt dit bij mij nou altijd? Geen idee. Kijk, als je het zo doet, is er niks aan de hand. En dan mag hij niet koken. Dus gas laag, dat hij net tegen de kook aangaat. Hij mag niet. Wat gebeurt er als hij kookt? Nou, dan kook je hem stuk. Dus hij moet zo net zo'n 98 graden zijn. Nou, nu rustig laten gaan, maken wij ondertussen een slaatje. Zo, nou, 3-4 blaadjes per persoon, zat hoor. Kijk, doe ik alleen wat tomaat erin. Klein beetje witte uien. Echt zo simpel. En dan wat dressing eroverheen doen. En hoe weet je nou wanneer dat gepocheerde eitje klaar is? Als je ze voorzichtig omhoog haalt en je duwt...
op het plekje waar het eidooi zit. Hier, voel eens. Kijk, het veert terug. Maar je ziet nog wel dat hij van binnen vloeibaar is. Ja. Nou, dan is die perfect. Dan doen we eerst een klein beetje zout en peper erop. Zo, perfect. Deze is echt helemaal vloeibaar van binnen. Zo. Hier, wil jij nog even de mayo één laatste goede roer geven? Dat die echt mooi gebonden is. Kijk, dan doen we zo'n lepeltje van die mayo zo op dat eitje. Mm. En als je dan straks dat eidooitje zo doorprikt, dan loopt dat zo samen met die mayo. En dan gewoon op wat Hollandse sla met een tomaatje en een witte ui. En die mayo die ligt er overheen alsof het een soort Hollandaise saus is. Ja. Hè? Maar wat je dan echt krijgt als je hem zo openmaakt, kijk dan. Oh. En dat loopt nu zo door dat slaatje heen. Op nog heel veel eitjes. Ja, toch? Eet smakelijk. Smakelijk. Mm. Het zijn zulke simpele smaken. Maar zo lekker. Ja. Ja, echt heel lekker. Die hè? Eitjes van jou komen wel op, dus. Dat denk ik ook. Ik heb meer kippen nodig, dat ben ik bang.